Het burgerlijk wetboek dat we in Suriname kennen dateert van 1869 en is een Nederlands product gebaseerd op kennis en kunde van toen. Dit zegt VHP-parlementariër tevens vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Deo Sharman, in gesprek met onze nieuwsdienst. Hij geeft aan dat er nu zoveel is veranderd in de Surinaamse samenleving. Er is heel wat kennis erbij gekomen en daarmee is er heel veel literatuur ontstaan. Suriname heeft daarnaast in de afgelopen 154 jaren ook een aantal verdragen geratificeerd, waardoor alles nu gestroomlijnd moet worden. Deskundigen, mensen, vakmensen die elke dag werken met de BW, die gaven natuurlijk aan van hey, dit is niet meer goed verwoord, dit is niet meer van de tijd, dit klopt niet meer. Weet u wel, ook zag je rechters bijvoorbeeld rechtsuitspraken doen die op basis van nieuwe inzichten en nieuwe kennis. En dat is uiteindelijk rechtersrecht geworden. Dus al dit soort zaken, rechtersrecht, nieuwe inzichten vanuit literatuur, andere praktische zaken, maar ook stroomlijnen met verdragen. Dat heeft uiteindelijk genoopt om onze BW integraal te gaan wijzen. Maar ook de taal dat gebruikt was, ook Nederlands dat er was in BW, ook dat moest een beetje gemoderniseerd worden. Dus er is genoeg reden geweest. Het wetsvoorstel voor wijziging van het burgerlijk wetboek is sinds november 2021 ingediend aan het parlement. In februari 2022 is er een commissie van rapporteurs in DNA benoemd om zich te buigen over dit wetsvoorstel. Sharman erkent dat het wat lang heeft geduurd om deze wetswijziging op de operatietafel te krijgen. U moet zien het burgerlijk wetboek als een groot dik document met heel veel informatie die het leven van de mens beheerst vanaf de geboorte tot de dood en misschien zelfs verder. En omdat de materie zo veel is, zo taai is, maar omdat er veel wijzigingen in gebracht moesten worden, heeft het ook lang geduurd dat de commissie van rapporteurs heel veel hearings moet houden en een zaak op een rij moest krijgen. We hebben daartoe, de commissie van rapporteurs, heeft heel veel deskundigen, vakmensen, juristen, advocaten, notarissen, rechters, noem maar op. Maar ook religieuze organisaties en andere maatschappelijke organisaties, jeugdinstituten, waar we zoveel als mogelijk aan trachten iedereen een beetje hun mening aan te horen, hun inzichten mee te nemen, om dan in discussie te gaan. Dus dat heeft aardig wat tijd in beslag genomen. Omdat wij de mening als commissie waren toegedaan dat je de zaak goed moet voorbereiden. Sharman benadrukt dat veel tijd is besteed aan de voorbereiding van de conceptwet van het nieuw burgerlijk wetboek.